D66 en GroenLinks vonden de plannen van de gemeente niet ver genoeg gaan en willen daarom dat er een onderzoek naar tolheffing komt. De meerderheid van de gemeenteraad ging daarmee akkoord. Als een auto 's ochtends om de A10, A10 Westen stad binnenrijdt en een kwartier later rijdt hij in Noord de A10 weer op, dan vervuilt hij alleen maar en had hij hier niet hoeven zijn. Ik zeg, laat zo iemand dan betalen voor het vies maken van de stad. Ja, dat kan een goede maatregel zijn om niet noodzakelijk verkeer te weren. Dus mensen die eigenlijk van de ene wijk naar de andere wijk willen. Als je kijkt naar de stromen, dan zijn het dus al vooral mensen die van de ring naar binnen komen. Dus Amsterdammers die buiten de stad werken. Amsterdammers die naar huis willen. Dus die groep zie je eigenlijk, die tref je daar vooral mee. Op een poll op Twitter reageerden de meeste mensen deze week negatief. En ook op straat blijken er maar weinig voorstanders te zijn. Bizar. Te gek voor woorden eigenlijk. Ik zou tol eerder verwachten op de snelweg en niet in de stad. Voor mezelf zou het wel nadelig zijn, want ik rij vrij vaak ook met de auto over deze weg. Dus dan weet ik niet wat ik doe. Maar ja, het is wel teken dat het werkt. Dat ik in ieder geval overweeg om de ring te pakken. Het hele beleid van de auto, met de auto hier in de binnenstad, dat is een beetje, ja, vind ik, niet voor de gewone man meer. Toch was er de afgelopen weken ook een roep om juist meer te doen om het aantal auto's te verminderen. Dat zou volgens sommige politici en bewoners kunnen door groepen automobilisten te weren op basis van hun kenteken. Al die mensen die gewoon op de Bonnefoy de stad inrijden omdat het kan en omdat het makkelijk is en aantrekkelijk en verhoudingswijs goedkoop, ondanks allerlei prijsverhogingen, die ontmoedig je. Volgens de Vries zijn er echter maar weinig van dit soort automobilisten. Maar 2-3% van het totaal aantal voertuigen komt van buiten Amsterdam, gaat door de stad heen en rijdt dan weer naar buiten. Dus het is een hele kleine groep. En de grootste groep is de groep die dus in Amsterdam woont of werkt en dan vanaf buiten naar binnen komt en weer naar buiten gaat. Of de groep die dus het intrastedelijk verkeer, zoals dat heet. Dus de groep die dus door de wijken heen gaat, van oost naar west, van west naar oost, van zuid naar oost. En dat soort bewegingen, dat maakt ook nog een fors deel uit. En dat zijn ook de bewegingen die je eigenlijk zou willen verminderen. Omdat die zijn waarschijnlijk wel makkelijker vervangbaar met de fiets bijvoorbeeld. En maatregelen zullen dus vooral Amsterdammers treffen? Ja, ik denk vooral Amsterdammers, ja.